Uh, zoals al gezegd, Gerard van den Top. Dijkgraaf, Waterschap, Amstel, uh, Gooi en De Vecht. Uh, bij jullie is wel iets bijzonders aan de hand. Want jullie is namelijk jullie opkomst verdubbeld. Die ja. was nog veel lager. Maar hij is nu nog steeds laag, maar veel minder lager. Wat is er gebeurd? Nou, kijk, de grote verandering die zich heeft voorgedaan bij de waterschappen is dat wij hebben een verkiezing altijd gehad tot de vorige keer, waarbij je een stembiljet thuis kreeg, wat vervolgens met reclame mee ging de bak in. En daarna dachten mensen zes weken later, oh ja, die verkiezingen, waar is dat formulier. En daarna is er een nieuwe uh, koppeling gekomen met de Provinciale Statenverkiezingen, die is dus de vorige keer ook heel goed verlopen. En daardoor hebben wij. Want die Provinciale Staten gingen natuurlijk ook voor een belangrijk deel over hoe gaan de verhoudingen in de Eerste Kamer op dat moment worden, net zoals dat nu ook weer zal gebeuren. Maar daar liften wij natuurlijk ook op mee. Dus we hebben daar profijt van. De waardschappen hebben er profijt van dat die verkiezingen samen met de Provinciale Staten in één moment gebeuren. En wat je ook ziet, dat was heel interessant bij de vorige keer, we hebben ook een stemwijzer, we hebben een hulpmiddel voor kiezers om te kijken waar gaan deze verkiezingen over. Dan zie je dat er twee dagen, drie dagen voor de verkiezingen, dan zie je massaal bezoek op die uh, kieswijzer, omdat mensen gaan zoeken waar moet ik nou ja. voor gaan kiezen. En dat gaan we dus nu ook weer doen. We gaan die thema's weer laten zien, zodat mensen ook in dat stemhokje snappen waar moet ik dan vervolgens op gaan kiezen. Maar Pers al, dan weet u net zo goed als ik dat een gemiddelde Nederlander echt geen idee heeft wat een dijkgraaf doet en wat het belang ervan is, toch? Nou, ik denk dat dat de afgelopen jaren best wel is veranderd. Want uh, het thema water is een stuk actueler dan wat het jarenlang is geweest. Je ziet dat veel Nederlanders. De afgelopen zomer, door die enorme droogte. Maar ook door die hoosbuien. We hebben vorige jaar een heel rare jaar gehad. Hè, met enorme hoosbuien. Met uh, de koudste maartmaand, de warmste januari-maand. Het, het flipperde als een soort flipperkast op en neer, het klimaat. En mensen weten inmiddels wel. Dat er heel veel aan het veranderen is. En dat dit land voor 60% overstromingsgevoelig is. En dat de waterschappen eigenlijk het fundament leggen. onder alles wat we in dit mooie landje doen. Dus het klimaatverandering dus er is, is er wel, wel degelijk de goed uit. Er is op het ogenblik veel meer bewustzijn over het belang van de waterschappen dan. Vier jaar geleden. En de volgende stap daarna is, want ja, belangrijk is mooi, maar waar gaan die verkiezingen nou precies over? En dat wordt natuurlijk heel belangrijk voor de komende maanden: dat de verschillende partijen die in ons waterschapsbestuur vertegenwoordigd zijn, aan kunnen geven waar de grote verschillen nou eigenlijk voor de komende jaren over gaan. Waar staan die partijen voor? Wat zijn de keuzes die voorliggen? En kunnen we dat op een goede u, manier voor het voetlicht brengen? Kunt u nu aan de luisteraar, wij spreken in één minuut, gewoon uitleggen: ik ben dijf, Dijkgraaf en dat houdt het volgende in. De Dijkgraaf is de burgemeester van het waterschap. De positie is precies hetzelfde. Ik ben benoemd door de koning, als dat de burgemeester ook is, voorgedragen door het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur moet je vergelijken met de gemeenteraad. Dat zijn de gekozenen. Die worden de komende 20 maart weer gekozen. En ik ben voorzitter van die raad van het algemeen bestuur. En ik ben ook voorzitter van het Dagelijks bestuur, dat is eigenlijk het college van burgemeesters en wethouders. Nou, wat doet een college van BNW? Dat bereidt voorstellen voor voor een raad. De raad beslist over wat wij met dat geld gaan doen, maakt het budget voor dat jaar en ik zorg als voorzitter ervoor ja. dat die besluitvorming op een goede manier gebeurt. En omgedraaid: als je nou zegt, we hebben even geen dijkgraaf. Gewoon geen waterschap. Wat, wat gaat er dan mis in Nederland? Met andere woorden, als u, als u en uw collega's even er niet zijn... wat gaat er dan mis? Dan gaat er gaat heel erg veel mis. Ik heb, zoals u misschien wel weet... voordat ik dijkgraaf werd, bijna 30 jaar in het buitenland gewerkt. Ik hoor deze discussies over de overheid ook altijd met groot interesse aan. Want ik heb in heel veel landen gewerkt waar het... Echt wel minder goed geregeld is dan in Nederland. En als je in een land woont en werkt waar een slecht functionerende overheid is, ben je echt dikke sigaar. Maar die is met dus we hebben mee. een heel mooie overheid. En nu even naar de ja. waterschappen. In Nederland is 60% van ons hele landje is overstromingsgevoelig. Daarom zijn de waterschapsbelastingen, de waterbelastingen, zijn de basis onder alles wat daarna gebeurt. Dan is ons landje droog en veilig en voorzien van schoon water. Die verkiezingen gaan erover wat we met die waterschapsbelasting kunnen doen. Die gaat over 50 jaar. Over een lange periode. Dat begrijp ik. Maar toch als je nog even, die... de vraag, even Als u, u en uw collega's als een maand je... met verlof gaan, wat gebeurt er? Wat gaat er mis? Nou, dat, dat heeft sowieso hele grote gevolgen. Dat omdat wij <laughs> continu dit hele land <laughs> ongeveer aan het droogleggen zijn. en aan het ontwateren zijn. Of in de zomer aan het voorzien zijn van goed water. Als je in de afgelopen zomer, het wel veel mensen in Nederland vrolijk op vakantie waren. zag hoeveel mensen van vakantie werden teruggeroepen. om te zorgen dat wij in dit land. we hangen met z'n allen aan die Rijnen die dat zoet water moet brengen uit de Alpen naar ons land... hoe je dan met elkaar de hele dag bezig bent om te zorgen dat de landbouw... de drinkwatervoorziening, de natuur, de koeling de, de van alle datacenters in Amsterdam... hoe je dat van voldoende zoet water voorziet... terwijl het zoute water naar je toestroomt vanuit zee en vanuit de ondergrond... Ja. dan kan ik u zeggen dat mensen daar verrekte druk mee zijn. En waarom zou je er een paar hele goede ambtenaren neerzetten? Waarom moeten we er allemaal mensen voor kiezen en, 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 en dat soort dingen? Omdat wij met elkaar belangrijk voet. vinden dat als wij u een belasting opleggen... en die moet u betalen... Ik mag u een belastingaanslag opleggen elk jaar voor die waterbelasting. Mag u iemand kiezen die erop toeziet dat wij dat geld goed gebruiken en het tarief niet al te hard laten stijgen. En daar zijn die volksvertegenwoordigers voor die bepalen hoeveel mag dat tarief stijgen en waar mag ik dat geld aan besteden.